Mijn toekomstvisie was zwart. Het enige waar ik ongeveer in de volgende volgorde aan dacht, was spectaculaire overvallen, inbreken in vrijstaande villa's in bosrijke omgevingen zonder politie en grote kluizenleegroven, zoeken naar katvangers voor sappies, Semtex plakken op pinautomaten, grote drugsdeals sluiten met buitenlandse klanten, snelle auto's, dure merkkleding, mondaine vakanties en betoverende vrouwen. We zijn hier op mijn oude voetbalclub, SDZ. Mijn eerste ervaring met iemand die vast zat, was precies op dit veld waar ik ooit heb leren voetballen. En ja, ik moest die bal, die was in de sloot gegaan. Dus die ging ik uit de sloot halen daar. Dus je ziet daar de zelf aan die jongens. En ik dacht, ja, aan die kant daar kom ik nooit vast te zitten. Maar ja, niets was minder waar. Uiteindelijk heb ik daar, ik denk, tot aan 3 jaar vastgezeten. En ik ben daar ook ooit ontsnapt op klaarlichte dag. Over de daken geklommen, ik ben van een dak naar een ander dak gesprongen. Daar weer op een ander dak. Ik kreeg ook stroomstoten van ik weet niet hoeveel volt. En uiteindelijk in een snelle auto met een compagnon van mij zijn we zijn uiteindelijk ontsnapt. Met 2 helikopters achter ons aan, iets van 300 arrestatieteams. Dat is een gekkenhuis. Maar ik ben wel weggekomen destijds. Ja, ik ben wel echt ontsnapt uit de gevangenis. Maar ja, uiteindelijk wel gepakt binnen 4 dagen of zo. Dus was niet echt geslaagd als je gaat kijken. Wat ik er over heb gehouden is 4 dagen ontsnapt en dan 4 jaar extra erbij. Dus vastzitten is nooit leuk. Ja, je probeert er wel het beste van te maken. PlayStation en voetballen. Opdrukken, gewoon alle leuke dingen gewoon proberen te doen. Maar aan het einde van de dag gaat toch je celdeur dicht, dus zit je toch tussen 4 muren. Dus dat is nooit leuk, dat is nooit aangenaam. Voor de mensen die vastzitten, het leven is veel te mooi en veel te kort om vast te zitten. Je moet nooit stoppen met in jezelf te geloven. Je innerlijke kracht is veel groter dan je denkt. Pak de kansen die je krijgt en ga direct achter je shit aan, op de legitieme manier. Als je vrijkomt, ontplooi direct je talenten. Je weet sowieso wel waar je goed in bent en welke kant je ongeveer op wil gaan, toch? Ik besloot een boek te schrijven omdat ik, het was coronatijd. Ik had een uitkering, er was niks te doen. Ik zat daar de hele dag thuis gewoon te playstationen. Toen dacht ik, nee, ik moet wel wat nuttigs gaan doen. En toen kwam ik eigenlijk al snel bij een boek uit. Ik dacht, mijn leven is net een film. Kan ik net zo goed een boek over gaan schrijven? Wat ik het moeilijkste vond om te beschrijven. Ik denk toch de kwetsbare momenten. Die momenten dat je pijn hebt. Dat je opgesloten zit alleen in een celletje. Dat je moet huilen. Toen ik nog jong was, dat ik vast zat. Ja, dat zijn wel de pijnlijke kwetsbare momenten. Dat je denkt van, shit. Mijn leven was wel een pijnhoop en ja, daar loop je niet graag mee te koop. Ja, maar ja, om het boek te schrijven moet je wel het achterste van je tong laten zien. We zijn hier in de Jordaan, hier ben ik opgegroeid. Ik woonde hier om de hoek, dus ik heb hier echt alles meegemaakt. Hier hingen we, hier rookten we onze jointjes. En ook als we achtervolging hadden of zo, dan gingen we hier door die paadjes heen rijden. En dan bleef die politieauto die bleef netjes voor die paadjes staan. Dus reden we die kant op, nou, dan bleef je hier staan. Maar van die kant dan bleef je daar netjes staan. Dus eigenlijk alleen, ja, als je een politieauto achter je aan had, het enige wat je hoeft te doen is richting het Madeliefepleintje te rijden. Ja, zo simpel ging het destijds. Nou, ik was gewoon wel een intelligente jongen. Ik deed gymnasium vroeger. Maar wel een beetje afgezakt. Ik blootde veel, dus ik had ook geen motivatie meer om naar school te gaan. En ik wilde gewoon mooie kleren hebben. Een beetje stoer doen, een beetje bij een groepje. Met jongens was ik vaak. Dus ik was wel gewoon een klein boefje, zeg maar. Ik was een jaartje op 16, denk ik, dat ik begon met stelen, met jatten. En dat begint natuurlijk altijd een beetje klein. En op een gegeven moment dan word je wat ouder en dan durf je steeds meer. Het begon bij mij met een gewapende overval. 3 zelfs. Alleen waren ze alle 3 mislukt op dezelfde dag, op dezelfde nacht, zeg maar. Dus daarna ging ik gewoon weer snorfietsen stelen, brommers, fietsen. Met de moedersleutel hadden we destijds. Dus ja, het was gewoon eigenlijk, ja, normaal begint het gewoon met kleiner en dan ga je steeds wat, durf je steeds meer en dan ga je steeds meer, steeds wat hoger op als het ware. Ik heb hier zo direct een afspraak met Dick Eenhuizen. Dat is mijn oude buurtregisseur. Dus wel grappig om hem weer te ontmoeten. Dag jongeman. Hey chef. Ziet er goed uit. Dankjewel man. Lang geleden. Dat is een tijdje geleden ja. Hoe gaat het jongens? Gaat goed man, gaat beter. Ja? Ja. Je hebt een boek geschreven heb ik gehoord. Ja. Waar gaat het boek over? Ja, over mijn leven als crimineel. En ook ja, wat daarna is gebeurd, maar ook vooral ook wat daarvoor is gebeurd, ook over mijn jeugd en zo. Dus ja, wel een interessant verhaal. En ik denk ook dat veel jongens die nu nog op hetzelfde pad lopen, zeg maar, op het criminele pad, dat die zich daar wel in kunnen vinden. Dat is mijn werk nu ook. Ik probeer de jongens uit de criminaliteit te begeleiden of in ieder geval te ondersteunen. Dus je hebt het licht gezien, zoals wij dat dan zeggen? Het licht gezien wil ik niet zeggen, maar... Ja, wel. Als je op het goede pad blijft en je kan zo'n boek schrijven, dan ben je toch op de goede weg? Ja, dat zeker, man. Dick Eenhuizen was mijn buurtregisseur in de Jordaan. Hij werkte op het bureau Rampoort. Het was een fijne, oprechte en aardige politieagent die altijd de tijd voor mij nam met zijn vriendelijke collega Fred Sterk. Hij onderhield ook een goede band met mijn moeder nadat ik voor het eerst was opgepakt. Ga je goed? Dankjewel man, tot ziens. Ga je zien. Hoi. Hier heb ik het
ja, het rare genoegen gehad om meerdere brommers te kunnen stelen. Maar de mensen uit deze straat die zetten hun brommers nooit op het stuurslot. Dus ik heb hier echt meerdere keren, als ik onderweg naar school liep, dat Altra waar we zo heen lopen, heb ik gewoon brommers kunnen stelen. Dus dat is wel altijd, als ik hier langs loop, dan denk ik altijd aan die brommers. Dit is het Altra College, Centrum, Altra Centrum. En ja, dit noemden wij toen een smokschool, zeg maar. Zeer moeilijk opvoedbare kinderen noemen ze dat. Dus voor ja, gewoon jongens die, jongens maar ook meisjes die op geen andere scholen zeg maar welkom waren. Die kwamen dan hier terecht bij het Altra. Zo ik ook, maar ja, ik heb hier misschien een maandje normaal school gevolgd. Toen begon ik met spijbelen eigenlijk. Op jonge leeftijd realiseren jongeren zich niet hoe belangrijk school is. Dan kom je pas later achter, als je ziet dat jongens waarmee je in de klas zit opeens gewoon wel een dikke baan hebben. Dan denk je, had ik maar het papiertje gehaald. Dus ja, dan kom je later achter. Maar als je 16, 17 bent, dan denk je, fuck school, ik heb niks aan school. Maar dat komt later, dat besef komt altijd later, ja. Dus uiteindelijk heb ik toch een HAVO-diploma gehad, cum laude ook nog, in de gevangenis, met een extra vak. Want dat mocht ik wel erbij vernoemen. Dus ja, toen, ja, dat was voor mij wel echt een hele mooie, speciale ervaring. Ja. De hele criminaliteit was ik zat, gewoon de mensen was ik zat, de leefstijl was ik zat. Om 6 uur 's ochtends mijn bed uitkomen, helemaal naar Amstelveen rijden om iemand van de cocaïne te voorzien. En dan komt hij met een fles vodka aan. Mensen die niet betaalden, achter mijn geld aan bellen de hele dag. Gewoon alles was ik zat. En ook het feit dat je gewoon, ja, je helpt mensen naar de kloten gewoon. Je benadeelt mensen gewoon. En dat was ik gewoon helemaal zat. En ja, als je nog jong bent, dan besef je dat niet. Denk je eigenlijk alleen maar aan het geld. Denk je aan de mooie dingen van de criminaliteit. Je praat het voor jezelf goed. Maar op een gegeven moment, ja, als je wat ouder wordt, dan ga je toch wel wat meer beseffen wat je eigenlijk, waar je mee bezig bent. En voor mij was het op het punt gekomen dat ik gewoon dacht van, nee, ik ben er klaar mee. Ja. Dus ik stopte gewoon, op de een of andere dag ging ik werken bij de Jumbo, ging ik vakken vullen. Ja, dat was wel even lastig. Ik dacht wel, vooral als je een irritante dikke baas hebt die loopt te schreeuwen, is wel irritant. Maar ik heb toch volgehouden, ja. Stoppen met criminaliteit was, ja, voor mij was het wel even lastig, omdat ik, ja, ik had weinig inkomen. Ik kon me nergens inschrijven, krijg je geen eens een inkomen, van de gemeente niet. Je krijgt gewoon, ja, van niks, het is gewoon buiten op een houtje gewoon. Dus het was niet makkelijk als je dan makkelijk aan geld kan komen en je zit zonder iets, was het wel verleidelijk om toch weer die telefoon te regelen en toch wel weer een lijntje op te zetten of iets te doen in criminele zin, zeg maar. Maar ja, ik was wel gewoon, ik hield gewoon wel voet bij stuk. Als je nog jong bent en je kent niet anders, ja, dan is het wel lastig. Maar ja, dan zeg ik tegen mensen die nog in de criminaliteit zitten, doe even die oogkleppen af, kijk eens even om je heen. Er is nog veel meer dan doekenmakers. Er zijn ook leuke dingen doen. Ja, je hebt niet voor alles heb je geld nodig. Ja, wil je andere mensen pijn doen, wil je andere mensen schade berokkenen voor een beetje papier? Ja, dat zijn vragen die je zelf dan moet afvragen. Nou, ik heb ze mezelf gesteld, ik heb ze me afgevraagd en ik dacht, nee, dit is niet mijn leven. Op het moment dat je uit de criminaliteit stapt, dan is het natuurlijk niet gelijk klaar. Wat ik zeg, je wordt nog steeds vaak door politie aangehouden, maar ook je vrienden misschien die nog steeds met jou business willen doen. Ja, die ga je nog contacteren. Hey, waka waka, hey, ik heb een tip. Of hey bro, kom, we gaan snel een paar groentjes pakken, Shantan. Je weet toch, ze willen nog steeds denken van, oh, met hem kunnen we doekoe maken of we kunnen nog steeds met hem chillen of zo. Ja, maar op een gegeven moment, je wilt verder met je leven. Je wilt niet meer blijven chillen en blijven torens. Je wilt gewoon even die stap vooruit maken. Ja, dan is het lastig soms. Het is echt een proces om te stoppen met criminaliteit. En dan moet je gewoon sterk zijn. Gewoon, ja, misschien je nummer veranderen. Misschien mensen wat minder zien. En ja, als je dan gewoon vertrouwen houdt in jezelf, dan komt alles goed. De belangrijkste boodschap van mijn boek is sowieso, doe het niet zoals ik het heb gedaan. Je zet te veel op het spel. Je beschadigt dingen eigenlijk waar je geen zicht op hebt. Zoals de band met je ouders, band met je broertjes, zusjes. En ja, je denkt niet aan de lange termijn. Het is alleen maar op korte termijn. Misschien veel geld, maar uiteindelijk op de lange termijn is het toch niet duurzaam. Wees de manager van je eigen leven, dus neem het heft in eigen handen. Op een manier hoe je familie het zal waarderen. Dan maak je iedereen trots. Vertrouw op jezelf, waardeer jezelf ook als persoon. Je hebt geen dure merkkleding nodig om erbij te horen. Je bent zelf al mooi van binnen. Wat ik doe voor de kost is, ik kom in inrichtingen, buurthuizen, scholen, universiteiten, maar ook voor professionals. Dus handhavers, rechters, zelfs voor officieren van justitie. Geef ik een lezing over mijn boek, maar ook gewoon mijn verhaal. En dan geef ik ze tips en adviezen. Mensen die bijvoorbeeld van de straat afkomen, gewoon erbij te betrekken. Zoals ik ben ook een credible messenger. En doordat wij in hun schoenen hebben gestaan, dan begrijpen we hun ook veel beter. Ik kan de jongens gewoon op een mooie band die ik met een jongen opbouw, kan ik heel veel bereiken. Welke rol mijn verleden nu nog speelt? Ja, nog steeds. Wat ik zeg, ik word nog steeds vaak aangehouden. En niet alle agenten kennen mij. Ook al ben ik schrijver, ik ben nog steeds een Marokkaan met een Vespa. Dus ik word nog steeds overal aan de kant gehaald en ik word nog steeds overal gecontroleerd. En dan, ja, dan weten ze niet dat jij gewoon inmiddels al een schrijver bent. Dus ze zien een hele waslijst. Bij mij is het gewoon een waslijst.
Dus ja, dan denken ze van, oh, daar hebben we er eentje. Dus ja, daar, mijn verleden loopt nog steeds, ja, daar word ik nog steeds elke dag mee geconfronteerd, ja. Ja, ik heb zeker spijt, ja. Ja. Veel spijt ook. Ik heb lang vastgezeten. Ik heb veel mensen pijn gedaan, veel mensen schade berokkend. Niet alleen mijn slachtoffers, maar ook mijn familie. Echt heel veel waardevolle tijd verloren. Tijd die ik beter had kunnen gebruiken om iets goeds op te zetten, om iets belangrijks op te zetten. Nuttige dingen te doen, in plaats van de tijd te verspillen in de gevangenis. Dus ja, ik heb echt heel veel spijt van de dingen die ik heb gedaan. En ja, ik ben nu 29. Ik ben nu eindelijk succesvol. Maar ik had al misschien veel eerder succesvol kunnen zijn. Ik deed gymnasium, ik kon dokter worden, rechter, advocaat. Ik kon alles worden wat ik wilde. En toch ben ik crimineel geworden, dus dat is wel vervelend, ja. Maar ja, gelukkig, we zijn er nu, we zijn onderweg. En ja, ik maak elke dag een stap vooruit. Inbreken, drugs dealen, overvallen. Uiteindelijk heb ik ook voor gezeten voor die overval. Daar heb ik die 32 maanden voor gezeten. Georganiseerd, wietplantages, drugshandel. Daardoor beland ik gewoon in Zuid-Amerika. Ja, ik kwam echt diep in de duisternis terecht.